Hallo, in dit filmpje gaan we het hebben over de energiestromen binnen ecosystemen en waarom ze zo belangrijk zijn. We gaan dit doen aan de hand van uitleg over de voedselpyramide. Het is eigenlijk een herhaling van onderbouwstof, maar we kunnen verklaren waarom zo'n voedselpyramide in elkaar zit als we kijken naar die energiestromen. Dus die kunnen we als het ware gebruiken om zo'n voedselpyramide te verklaren. Dan daarna gaan we het hebben over de schematische weergave van zo'n energiestroom. En die staat soms in opdrachten en ook hier zo in je BINAS. Hij ziet er nogal een beetje vaag uit, maar ik hoop dat na de uitleg jullie ook helemaal begrijpen hoe die in elkaar zit. Oké, dus we beginnen met de voedselpyramides. En nogmaals, het is een beetje een herhaling van de onderbouw, maar toch gaan we het even heel kort behandelen. Hier zie je als het ware allemaal laagjes terug. Dat zijn schakels in een voedselketen. En hier zie je dat per schakel er een afname is in aantallen. Dus hier zie je dat bij het eerste trofisch niveau ongeveer 1 miljoen kleine plantjes zijn. Bij het tweede trofisch niveau, de consumenten van de eerste orde, zijn er 10.000 ongewervelde planteneters. Dan consument van de tweede orde, 50 insecten etende kleine vogels. En dan consument van de derde orde, de toppredator, een roofvogel. Eentje maar. Nou, en als we kijken naar de aantallen, hebben we het natuurlijk over de piramide van aantallen. Nou, en eerlijk gezegd is deze een beetje vaag, want hier zie je dus heel veel verschillende soorten terug. Dat hoort niet echt in mijn ogen. Maar wat wel even belangrijk is, is dat je dus begrijpt van oké, er is dus een afname in aantallen. Maar het is niet altijd zo dat je met zo'n duidelijke piramide te maken hebt. Het kan namelijk ook zo zijn dat je ervan uitgaat van oké, we kijken nu naar één boom. En op die boom leven een aantal rupsen. En dan zou je zo'n piramide van aantallen kunnen krijgen. Dus hier hebben we een eikenboom. En een eikenboom heeft ook ongeveer een biomassa van 200 kilogram. Dus daarom zou je hem ook hier zoals daar zo kunnen plaatsen. En dan zou je dus zoiets hebben van oké, die eik. Op één eik leven duizenden rupsen. Die duizenden rupsen worden gegeten door misschien 10 koolmezen en die weer door één havik. Dus dan zie je ook dat als je te maken hebt met één boom, dat die voedselpyramide er heel anders uit kan zien, maar toch kan kloppen. Dus dat is even belangrijk. Nou, en dan hebben we ook nog het belangrijke eigenlijk van nu, en dat is de voedselpyramide van biomassa. Want daar gaan we het eigenlijk vooral over hebben. Want dit is wel altijd hetzelfde. Het is altijd zo dat het van een hoge biomassa bij de producenten naar een steeds lagere biomassa gaat. En dat komt door de energiestroom. Dus ook voor deze geldt dat die er zo uitziet. En hier zie je eigenlijk dat er dus elke keer wat biomassa verloren gaat. En dat klopt dus voor welke situatie je dan ook verzint. Dus dat is even belangrijk. Het is dus de piramide van biomassa. En biomassa betekent eigenlijk het totale gewicht van alle organische stoffen die je in een trofisch niveau tegen kan komen. Dus hier in dit trofisch niveau zie je een biomassa van de eik. En hier zo biomassa van alle rupsen, hier biomassa van alle koolmezen en hier van de havik. Dus dat was even belangrijk, deze herhaling. Eigenlijk moet je het al begrijpen, maar hey, we doen het toch. Oké, dus nu gaan we proberen om de piramide van biomassa te kunnen verklaren met de energiestromen. En als we beginnen over energiestromen, moeten we eigenlijk altijd kijken van oké, waar begint de energiestroom? Nou, dat begint natuurlijk bij de autotrofe organismen. Dus de producenten. En in dit geval gaan we het even hebben over autotrofe organismen die zonne-energie vastleggen bij de fotosynthese. Dus de foto-autotrofe organismen. Dus even belangrijk, foto-autotrofe organismen. Ook ik moet het goed zeggen. Dus even belangrijk, hier zo zonne-energie wordt vastgelegd bij de fotosynthese. Dit is dus eigenlijk, dit balkje staat dus voor alle energie die vastgelegd wordt. In een plant in dit geval. Nou, wat dus even belangrijk is, zoals dit hier zo, hebben we een term voor het aantal zonne-energie dat is vastgelegd. Dat is namelijk de bruto primaire productie. Dus BPP. Primaire productie, dus wat als eerst geproduceerd wordt. Nou, de BPP staat dus eigenlijk voor de totale biomassa die gevormd wordt door de producenten. Het zou dus ook kunnen zijn dat we de energiestroom gaan bekijken van een chemo-autotroof organisme, maar dat doen we dus even niet. Dus BBP, totale biomassa die gevormd wordt door de producenten.
En met alle zonne-energie die zij dus vastleggen in biomassa, daar gaan ze wat mee doen. Dus een deel daarvan gebruiken ze om zelf aan disseminatie te doen. Dus er gaat hier wat verloren als het ware. Dus dat spenderen ze aan disseminatie. En dan krijg je hier zo dat er nog wat overblijft en dat gebruiken ze voor hun weefsels. Nou, en die weefsels, die zie je hier dus terug, dat is eigenlijk wat er dan overblijft na disseminatie. En misschien raad je het al, maar hier hebben we dan ook weer een term voor. En dat is niet de bruto primaire productie, maar de netto primaire productie. En netto primaire productie is dus eigenlijk gewoon de BBP, dus wat ze in totaal vastleggen, min de dissimulatie. Dus dan krijgen we hier zo de weefsels over van de producenten. Dat is dus de netto primaire productie. Dat is even belangrijk, die termen moet je kunnen begrijpen. Oké, en als we dus die weefsels van de producenten hebben, dan zou je denken, oké, dit kan dus opgegeten worden door de consumenten van de eerste orde. Dus trofisch niveau nummer 2. Nou, dat is niet helemaal het geval, want hier heb je altijd te maken met weefsel dat natuurlijk aan het leven is. En een deel daarvan, dat sterft als het ware af. Dus een deel daarvan, dat raakt zo'n plant kwijt gedurende het leven. En dat noemen we dan afgestorven weefsel. Dat afgestorven weefsel, dat blijft niet zomaar liggen. Dat wordt natuurlijk ook weer geconsumeerd. En dat wordt geconsumeerd door de afvaleters en de reducenten. Dus de detrivoren en de reducenten. Ik hoop dat je dat nog weet van het vorige filmpje, anders moet je die ook nog eventjes goed gaan kijken. Oké, dus nu hebben we uiteindelijk wel het weefsel gevonden dat gegeten kan worden door consumenten van de eerste orde. Dus wat je eigenlijk al ziet is dat je de energiestroom hebt deze kant op. En eigenlijk heb je meerdere stapjes waar energie als het ware de energiestroom verlaat. Hier dus via dissimulatie en hier via afgestorven weefsel. Nou, en dan wordt deze hoeveelheid biomassa wordt dus gegeten door de consumenten van de eerste orde. Dan denk je van oké, als ik dus wat opeet als consument van de eerste orde, dan gebruik ik ook niet alles. Een deel daarvan poep je namelijk weer uit. En dat is als het ware het onverteerde weefsel. Dat is waar je lichaam dus helemaal niks mee kan doen. Dat eet je dan wel op, maar dat kan je niet verteren, niet opnemen en dat poep je dan weer uit. Dat is eigenlijk ook weer energie, dat dus een soort van verloren gaat. Maar daar hebben we onze grote vrienden, de detrivoren en de reducenten voor, om dat weer af te breken. Nou, dan hebben we uiteindelijk hier wat over, als het goed is. En ja, dat is dus het verteerde en opgenomen weefsel. Dus van al het weefsel dat we gegeten hebben, dat hier zo is, hebben we dit deel over, dat we als het ware wel kunnen verteren en kunnen opnemen. En dus zelf ook gebruiken. Nou, en wij zijn natuurlijk ook, of de consumenten van de eerste orde, zijn natuurlijk ook organismen die leven. Dus die doen ook weer aan dissimulatie. Dus weer gaat hier energie naar buiten. Dan hebben we hier zo als het ware het weefsel van de consumenten van de eerste orde. En ook die hebben weer te maken met afgestorven weefsel. Bijvoorbeeld bij ons huidcellen die als het ware elke keer van ons afgaan. Of iets dat je verliest of wat dan ook. Dus afgestorven weefsel gaat elke keer weer weg. Nou, en dan uiteindelijk heb je het weefsel over waar je uit gemouwd bent. En dat is het weefsel dat gegeten kan worden door consumenten van de tweede orde. En eigenlijk volgt dan alles weer opnieuw. Dus weer heb je dan te maken met weefsel dat niet verteerd kan worden. Dan wordt dit dus gegeten, wat wel opgenomen wordt. Een deel daarvan van die energie wordt gebruikt voor dissimulatie. En hier heb je dus het totale gewicht van weefsel van de consumenten van de tweede orde. Dus dit plaatje ziet er misschien een beetje ingewikkeld uit, maar ik hoop dat nu we hem stap voor stap hebben gedaan, dat we hem kunnen begrijpen. Nou, en wat dus eigenlijk het belangrijke is, is dat deze kant op de energiestroom dus gaat, en dat bij elk stapje dat je doet, er of dan wel door dissimulatie, of door afgestorven weefsel, of door onverteerd weefsel, energie verloren gaat. Dus dat gaat uit de energiestroom die als het ware de voedselketen volgt. Ja? Dus dit is de voedselketen, die gaat zo. En de energie gaat dus deze kant op en gaat elke keer een beetje verloren. Nou, dit ziet er een beetje uit van oké, dat valt wel mee met hoeveel energie er verloren gaat. Maar als je hier dus kijkt, dit is dus het weefsel van de producenten. Hier het weefsel van consumenten van de eerste orde. En hier van de tweede orde.
Eigenlijk heb je hier zo per stapje te maken met dat maar 10% van alle energie naar het volgende trofische niveau gaat. Dus van hier naar daar hebben we een verlies van ruim 90% van alle energie. En dat is dus het belangrijke, dat zorgt ervoor dat we zo'n piramide van biomassa hebben die altijd zo loopt. Dus dat is even het belangrijke, dat zien we dus bij die energiestromen terug. En dat kan je gebruiken om dus zo'n piramide van biomassa te verklaren. Oké, dus dat was alles over energiestromen. Dan nu over deze gekke schematische weergave. Nou, ik gebruik deze even niet, maar ik gebruik degene die jullie altijd hopelijk bij je hebben. En dat is namelijk deze. In tabel 93a, tabelletje 2, zie je dit allemaal terug. En hier zie je letterlijk boven staan energiestroom op trofisch niveau N. En dan zie je dit schemaatje terug en een hele grote legenda met alle uitleg. Oké, dus dat gaan we eventjes aanpakken. Dus er staat hier energiestroom op trofisch niveau N. Dus dat betekent, als je even denkt, het is een voedselketen, elke schakel is een trofisch niveau. Je kan dus een trofisch niveau uitkiezen en die kan je gebruiken om de energiestroom te verklaren. En N staat eigenlijk gewoon voor een willekeurig getal. Dus je mag als het ware een getalletje uitkiezen. Dus een trofisch niveau kan je gewoon uitkiezen. Nou, dat heb ik natuurlijk al gedaan. Ik kies eventjes voor N2 een konijn, want dat vind ik leuk. Dus N is 2, een trofisch niveau 2, even een konijn. Nou, en dan staat dit hier zo, dit blokje, staat eventjes voor N. Dus hier zo zie je als het ware terug wat N aan het doen is. Dus dit blokje staat voor ons konijntje. Nou, dan gaan we dus even kijken naar die energiestroom en dan begin je altijd hier zo onderaan. En dan kan je gewoon op alle gemak eventjes meekijken en hier zo lezen wat je allemaal tegenkomt. Dus hier zo bij P en dan in het klein N-1 zie je al een pijltje staan. En hier zie je wat dat betekent. P N-1 betekent de productiviteit op trofisch niveau N-1. Moet je even denken, oké, N-1... Wij zitten nu op N is 2, een konijntje. Dan moet je dus kijken naar de productiviteit van het vorige trofisch niveau. Dat is wat N-1 betekent. Ik heb ook weer even eentje uitgekozen. Onze N-1 is trofisch niveau nummer 1, een worteltje. Dus een wortel. Nou, die wortel die heeft een productiviteit. Die heeft namelijk in zijn leven als het ware weefsel gemaakt. Dus die heeft zonne-energie gebruikt om glucose te maken. Een deel daarvan heeft hij gebruikt voor dissimilatie, is die kwijtgeraakt, dat hebben we net geleerd. Een deel daarvan is afgestorven weefsel, is die kwijtgeraakt. En een deel daarvan uiteindelijk is de productiviteit, wat hij opgeslagen heeft, wat nu de wortel is geworden. Dus dat is wat we hier zien. Dus dit is de energie van die wortel, die in de wortel zit. Nou, er kunnen als het ware met die wortel dan twee dingen gebeuren als we kijken naar de energiestroom. Wordt dus gegeten door een konijn. Wat hier gebeurt is als volgt. We zien hier een pijltje. Deze kant op met een N. En hier hoofdletter I, kleine n. Eerst eventjes over die hoofdletter N. Hoofdletter N staat voor het niet opgegeten deel van de productie. Dus helaas, een groot deel van die wortel wordt gewoon niet opgegeten. En gaat als het ware hier de energiestroom een beetje verlaten. En hier zien we dan terug hoofdletter I, kleine n. En dat is hier zo de energieopname in de vorm van organische stoffen op trofisch niveau N. Dus energieniveau in de vorm van organische stoffen op trofisch niveau N, ons konijntje. Dus dit is wat ons konijntje eet. Dit deel wat we hier zien. Dit eet ons konijn. Oké, en daar kunnen ook weer twee dingen mee gebeuren. Of dan wel hoofdletter A of hoofdletter F, kleine n. Hoofdletter F, kleine n, staat voor energieverlies door uitwerpselen op trofisch niveau N. Dus energieverlies door de kleine keuteltjes die de konijn produceert. Dus dit deel van de opgegeten wortel gebruikt hij niet. En dat gaat hier weer naar dit blokje toe. Misschien weet je nu al dat dit blokje dus voor de detrivoren en de reducenten zou moeten gaan staan. Dus dit gaat naar de detrivoren en de reducenten. Maar hier hebben we dus uiteindelijk wat opgegeten wordt. Dat zien we hier, wat uitgepoept wordt, zien we hier. En dit wordt dus gebruikt. Dit wordt opgenomen. Dus hoofdletter A
staat een hele grote zin voor, met best wel veel uitleg, dus hoop dat je daar ook veel uit kan halen. Een hoofdletter A. De hoeveelheid energie in organische stof die via het spijsverteringskanaal wordt geresorbeerd en in het bloed wordt opgenomen. Met andere woorden, het onderdeel van het voedsel dat ze opnemen en kunnen gebruiken. Dus dit is het belangrijke, dit kunnen ze dus gebruiken. Dan hebben we hier twee opties daarvoor. We hebben hoofdletter RN, en dat staat voor energieverlies door dissimilatie op troostniveau N. Dus ons konijntje doet dan dissimilatie, want het leeft, en gaat dus energie deze kant op, gaat niet meer naar de energiestroom verder. Dus dat wordt ook weer verloren. En dan zien we de laatste, en dat is hoofdletter PN, en dat is de productiviteit op troostniveau N. Dus dit is de productiviteit van ons konijntje. Dus van alles wat hij eet, heb je hier een productiviteit. En de productiviteit van de vorige schakel gaat dus een deel van af door wat niet gegeten wordt. Een deel wordt wel gegeten. Een deel wordt uitgepoept. Een deel wordt opgenomen. Een deel wordt gedissimuleerd. Door dissimulatie gaat het weg. En een deel wordt opgeslagen bij PN. Dus dat was eigenlijk alles over die energiestroom op trofisch niveau. En dit is wat je dus allemaal terug kan vinden in je BINAS. En ik hoop dat jullie dus begrijpen dat als je dit ziet, wat je daar dan mee kan doen.